Kater Karma, Carlos Arendt, Tekisha, Psycho, ze komen naar Nederland. Maar Holland kleurt rood. Het is al een tijdje stil rond Nisha Madaran. Wat doet ze nu? Welkom op de showbrigade. Hier bemoeien wij ons met het leven van de sterren en mensen met talent. Voor Surinaamse sterren is ons platform uiteraard iets hoger, maar iedereen is welkom. We beginnen met die vervelende Tory, die rechtszaak van R. Kelly. Vanaf 18 augustus staat hij voor de rechter en er zijn een aantal getuigenverklaringen. Bijvoorbeeld een jonge dame die heeft gezegd van ja, hij had altijd een pistool bij zich, dus ik wist dat ik me moest gedragen. Of een andere jongeman die R. Kelly in de McDonald's heeft ontmoet. Hij is met zijn ouders bij R. Kelly thuis gegaan en vervolgens ging die jongen alleen. R. Kelly zou hem helpen met zijn carrière. Maar one day, one dag, R. Kelly is in die kamer gekomen en heeft gezegd van jongen, wat heb je er voor over? De jongen heeft gezegd van ik wil je koffers dragen, ik wil alles voor je doen. En toen heeft R. Kelly gezegd van heb je al een keer gefantaseerd over seks met een man? Die jongen schrok. Hij dacht van dus hij zegt van nee. En vervolgens ging R. Kelly door de knieën en wilde die jongen oraal bevredigen. Die jongen heeft gezegd van alsjeblieft, nee, ik heb geen zin. Alsjeblieft, mijn beetje minowani. En vervolgens heeft R. Kelly een jonge dame die kamer ingeroepen, zodat zij die zanger en die jongen oraal kon bevredigen. Mensen hebben die jongen gezegd van, maar waarom ben je blijven gaan? Toen heeft hij gezegd van, ik dacht echt dat R. Kelly me met mijn carrière zou helpen. Dus vandaar dat ik gewoon ben blijven gaan, maar ik had het niet moeten doen. Ook een assistent, oud-manager van R. Kelly, die heeft getuigd tegen de zanger. Hij heeft gezegd van, er waren een heleboel regels waaraan wij ons moesten houden. Een van die dingen was bijvoorbeeld dat R. Kelly geen mannelijke gids wilde, maar een vrouwelijke gids. En R. Kelly die ging dus naar een uitje, Disneyland. En hij heeft toen een mannelijke gids meegestuurd, waardoor R. Kelly zo boos is geworden dat hij gewoon een week salaris niet heeft gekregen. $1500 heeft hij niet gekregen van R. Kelly. En het is best wel pittig dingen die je hoort in die rechtszaak. En ja, mensen die zijn natuurlijk enorm fan van R. Kelly en vinden ook van waarom gebeurt dit? Maar ja, ik bedoel, het is een beetje lullig als dit soort dingen gebeuren. En zeker als dit met je kind gebeurt. Ik zit me af te vragen en ik blijf me het gewoon afvragen. Als je een kind hebt van 15, 16 jaar. Waarom neem je dat kind en breng je dat kind bij een zanger? Hoe geweldig hij ook is. Waarom laat je je kind daar? Ik bedoel, ouders moeten ook een beetje veiliger omgaan met hun kind, zou je zeggen. Maar ja. Want ja, R. Kelly nou een biggie man. En waarom laat je je tienerdochter of tienerzoon bij hem? Anyway, die rechtszaak die gaat voort. Elke week zijn er weer nieuwe onthullingen. Gisteravond heeft hij €50.000 gewonnen in het programma Beat Me. Brian Bijlhout. Hij versloeg blinde Ed. En Brian Bijlhout van harte gefeliciteerd. Ik moet zeggen dat we... Ik heb aandacht besteed aan het programma Beat Me. Ik dacht dat het al was afgelopen, maar dan ben ik wel gewoon door. In ieder geval €50.000 voor Brian Bijlhout. Gefeliciteerd. Ze komen naar Nederland. Ik zei het al, Tekisha Abel, Carlos Aaron, Kater Karma, Psycho. Die komen naar Nederland. Oké, Psycho die komt volgend jaar in 2022. Maar voor Tekisha is er al een show gepland. 6 november hier in Amsterdam. In Ronne. Hier in Amsterdam. Waar Kater Karma gaat optreden. Dat weten we niet. Wanneer hij hier aankomt. Dat weten we ook niet. En van Carlos Aaron heb ik gehoord. Dat hij eind september in Nederland is. Maar er zijn ook nog geen events bekendgemaakt waar wij Carlos Aaron gaan zien. Ik heb begrepen dat de heren van Jonkosje iets te maken hebben met die tour van Carlos Aaron, maar veel is nog niet duidelijk. In ieder geval willen we Carlos Aaron alvast feliciteren. Hij is 7 september jarig, van harte. En ook Kater Karma was jarig. Afgelopen 1 september, de eerste dag van september, was hij jarig. Hoe oud hij is geworden? Dat weet ik niet. Best wel nieuwsgierig naar eigenlijk. In ieder geval, de Lollabal Tour van Tekisha begint dus 6 november in Ronne. En ben je een vroege vogel, dan kan je een kaartje kopen, want de kaartjes die zijn al verkrijgbaar.
Suikergoed! Guno Ravenberg komt terug. De bekende radioman die gaat binnenkort programma's maken via social media kanalen, via Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. En de Grandmaster Guno, zoals hij bekend is, wil zijn populaire radioprogramma Times for Lovers en Odi Odi ook op social media laten horen. We zijn benieuwd hoe dat gaat gebeuren. Er zijn ook twee nieuwe pokus gedropt, maar ik heb ze nog niet gehoord. Bijvoorbeeld van de gospelzangeres Fabiola Carmelita. Ze heeft een nieuw nummer, het heet Nagadogi, Misukeng, Aladestream, Minomafining. Ook Casimex Houseband heeft een nieuwe poku. Het heet Celita, ook nergens gevonden, ook niet gehoord. Maar ik denk dat we het binnenkort wel gaan horen. Dus, die nieuwe van Fabiola Carmelita, die nieuwe van Casimex Houseband. En, oh ja, weet je wie ook een nieuwe poku heeft? Althans, hij heeft de titel bekendgemaakt. Carlos Aaron, het heet Verantwoord toe. Maar ote a poku o drop, dat minus abete. Wie? Twee artiesten, internationale artiesten, drie keer Kanye. Ze hebben allebei een nieuw album gedropt. Kanye is een label, Universal, heeft dat nummer op de verschillende streamingsdiensten gezet. En Drake natuurlijk met zijn team zijn eigen pokoe. Het album van Kanye heet Donda, naar de moeder van Kanye. Zijn moeder heette Donda. En op dat album staan 27 nummers. Er zijn gemengde reacties. Sommige mensen vinden het veel van hetzelfde bij Kanye West en weer anderen vinden het vernieuwend. In ieder geval heeft hij al miljoenen streams binnen een week. En ook verschillende artiesten een beetje boos op hem. Bijvoorbeeld Chris Brown en Soulja Boy. Die zijn een beetje zuur omdat het nummer waaraan ze hebben gewerkt niet op het album terecht is gekomen. Of ze zijn gewoon vervangen. Soulja Boy heeft Kanye West uitgedaagd tot het boksduel. Maar iedereen weet dat Soulja Boy is een cloud chaser. Hij weet gewoon echt hoe hij met social media moet omgaan. En hij zorgt ervoor dat hij toch wel relevant blijft. Mensen blijven over hem praten. Dus Soulja Boy die zegt van Kogobox. Maar ja, Kanye niet reageert. Het album van Drake heet Certified Lover Boy. En het is met minder bombari uitgebracht. Maar ook die is goed voor miljoenen streams. En er is nog een poll. Mensen hebben een wedstrijdje gehouden. Welk album is beter? Die van Drake of die van Kanye? En Drake die schijnt bij het publiek favoriet te zijn. En dan... Laatste Tory? Nee, dit is één voor de laatste Tory. Nisha Madaran. Is ze gestopt met muziek maken? Dat weten we niet. Ze is in ieder geval wel afgestudeerd aan de juridische faculteit van de Universiteit van Suriname. En verkreeg daarbij de titel Bachelor of Law. Vraag me af of ze nog blijft zingen of als ze jurist wordt. We gaan het zien. Daar heb ik nog een nabrander, Wamchee Fayawang, over Dean Goree. Ik heb me laten vertellen dat hij een rechtszaak begint tegen de Surinaamse voetbalbond. De details zijn nog niet bekend, maar ik vermoed dat de SVB deze bom niet heeft zien aankomen. Hij heeft ook een interview gedaan hier in Nederland bij ESPN volgens mij. En hij heeft gezegd van dat bond van Suriname, een stelletje amateurs... Ik heb het interview nog niet gezien, maar moet ik wel looken. En dan hoop ik de volgende keer meer details te hebben. En natuurlijk ook meer details over de rechtszaak die Dean Goree begint tegen de Surinaamse voetbalbond. Volgens mij gaat het niet erom dat hij zijn baan terug wil. Het gaat er gewoon om dat zij hem hebben beschuldigd van bezig zijn met drugsbarons en zo. En dat vindt hij een beetje lastig. Dus hij gaat de rechtszaak tegen ze beginnen, maar... Masomiere, mino de zeker. Tot zover de showbrigade. Als je vindt dat wij op de goede weg zijn en je wil ons supporten, abonneer je dan gratis op dit kanaal. Vergeet ook niet andere video's op dit kanaal te bekijken. Bijvoorbeeld de documentaire van Ewald Krolis. Check hem. Tamboem.